Yo mensen van EagleTubers en welkom bij deze nieuwe VS video. De derde tot nu toe. Eerst Fantasialand tegen Ruppenpark, dan Bobbejaanland tegen Moviepark. En ik ga het nu hebben over Heidepark tegen PortAventura. Ik heb geen gedacht welk ga winnen, ik heb het nog niet bekeken, maar ik heb weer attracties tegen elkaar gezet. En bij PortAventura, daar hoort Ferrariland ook bij, dus die attractie ga ik er ook bij zetten. Behalve dan, ja, die twee valtorens, die tel ik nu even niet mee, dat daar staan. Maar we gaan beginnen met de video. Let's go! En de eerste zijn twee kinderattracties. Indie Blitz tegen Tammy Tammy. En ik moet niet lang nadenken. Ik ben bij dat pretpark nog niet geweest. Maar ja, ik weet wel hoe leuk ik ze zou vinden. En hier wint Tammy Tammy. Dus 1 punt voor PortAventura. De volgende zijn twee treinattracties. De Grote Blitz tegen El Diablo. Het zijn twee verschillende soorten attracties. De Grote Blitz is een mech powered coaster. En El Diablo is een Aerodynamax Mantra achtbaan. En van allebei sta ik niet zo heel wild, denk ik. Grote Blitz is exact dezelfde achtbaan als de Alpen Express. Dus ja, ik weet wel hoe het erin in elkaar zit. En ja, ik hou wel een beetje van mech powered coasters, alleen ze zijn een beetje slow. En El Diablo's Mantra, daar hou ik van. Big Thunder Mountain, de Colorado Adventure. Die vind ik allebei top. Maar dit is dan toch wel weer een slechter type. Ik vind hem heel lelijk in elkaar gestoken. Het heeft een verhaal in de ride, maar dat is ook maar een zwak verhaal. Ik vind El Diablo, ja, eigenlijk echt geen mooie achtbaan. Ik vind het een hele slechte. Ziet hij eruit in ieder geval. Maar toch geef ik het punt aan El Diablo, omdat er toch een beetje snelheid in zit op sommige momenten. En Grote Blitz gewoon de hele tijd heel slum gaat, zoals alle mech-powered coasters. We gaan door naar de Rapid Rivers. En dat is Mountain Rafting tegen Grand Canyon Rapids. En ja, het zijn... De Mountain Rafting is wel, ja, redelijk oké. Okay. Heeft redelijk wat watervallen. En de Grand Canyon Rapids, die gaan heel snel. Die is zo heel veel stroomversnellingen. Maar nat worden daar niet echt in. Ik denk dat ik het punt ga geven aan de Grand Canyon Rapids. Omdat dat toch wel wat meer afwerking heeft. Het is helemaal aan een Grand Canyon. Ja, een canyon. Ik vind het wel een heel mooie wildwaterbaan. Mountain Rafting is ook niet mis, maar toch, Grand Canyon Rapids heeft iets meer. De volgende zijn de Boomstam-attracties. En dat is Wildwasserbahn 1 tegen Silver River Flume. En ja, hier moet ik ook niet echt over nadenken. Ze lijken redelijk veel op elkaar. Maar toch is het gemakkelijk om hier een antwoord op te geven. De winnaar is Silver River Flume. Want die heeft zo'n hele grote afdaling en die ziet er echt tof uit. Maar verder lijken ze gewoon op elkaar. Heeft het niet echt een thema. Ik denk dat het allebei een beetje houthakkers thema is. Maar we gaan door naar de volgende. En de volgende zijn de valtorens. En dat is Scream in Heidepark tegen Huracan Condor. En ja, het zijn niet dezelfde soort drop towers. Sorry. Scream is een gyro tower en nou, dat is mijn favoriet. Dus Scream wint hier natuurlijk. Dat is eigenlijk wel volgens mij echt wel de beste valtoren die er bestaat. En we gaan direct door naar Wingcoasters. En dat is Vlucht der Damone tegen Furious Baco. En is ook niet echt moeilijk, maar het zijn wel allebei topbanen.
Vlucht der Damme is een BNM-achtbaan met veel inversies. Die is helemaal top. En Furious Baco is een Intamin wingcoaster. Ja, en die wordt gelanceerd. Dus daar zit echt een loeihard tempo in die Furious Baco. En heeft één dingen een inline twist. Die ziet er ook leuk uit. Maar het probleem is dat hij heel ruw is. Dus het punt gaat naar Vlucht der Damonen. De volgende zijn de houtachtbaan en dat is Colossos tegen Stampira. En de Colossos is de Intamin houtachtbaan. Die is echt heel lang. Volgens mij de langste van Europa of op één na de langste. En ook een van de hoogste en ook een van de snelste. De topsnelheid is 116 per uur en de hoogte is zo 60 meter. Dat is echt hoog voor een houtachtbaan. En deze achtbaan is al jaren dicht. In 2016 ging deze achtbaan dicht en hij gaat dit jaar pas terug open. Op dit moment zijn ze al aan het testen, maar voor het publiek is die nog niet open. En Stampida is een racerachtbaan, zoals de Joris in de Draak, maar het is geen Great Coaster International. Dit is een heel slechte, dit is echt gewoon ja, marteltuigen, rammelbak. En natuurlijk is een raceachtbaan is altijd wel leuk, maar het is, ja, er is niks aan, dus het punt gaat ongetwijfeld naar Colossos. De volgende zijn ja, looping coasters en dat is de Big Loop tegen Dragon Con. En dit is ook niet moeilijk. Het punt gaat naar Dragon Con. Want Dragon Con is BNM, een hele oude achtbaan. Ik ken niet zoveel BNM-achtbanen die looping coasters maakt. Maar je gaat in elk geval 8 keer over de kop. 2 loopings, 2 kurkentrekkers, een G-roll, een dive loop en een cobra roll. En daar ga je 2 keer in over de kop. En de big loop gaat 4 keer over de kop. Hij lijkt een beetje op de Python, maar is een beetje. Ik vind hem niet beter als de Python, want er zitten zo van die rechte stukken in. En dat, ja, vind ik niet mooi eraan. Hij is ook ruw. Dus ja, Dragon Con heeft het punt. De volgende zijn 2 BNM-achtbanen nog eens. Kraken tegen Shambhala. En het zijn verschillende soorten achtbanen. Ik zet ze tegen elkaar omdat het allebei BNM is. De Kraken is een dive coaster. En Shambhala is een hypercoaster, zoals de Silver Star. En de Kraken die lijkt op de Baron. Maar hij is korter. Hij heeft geen G-roll, hij heeft geen helix. Het is gewoon naar beneden gaan. Splash effect heeft hij wel. Immelman. En dan is het gedaan. Hij is wel mooi gemaakt met dat schip en de Kraken erin. En dan Shambhala. Die lijkt veel op Silver Star. Ik weet niet of ik hem beter vind dan Silver Star. Maar daar gaan we nu even niet over praten. Het punt gaat naar Shambhala. De volgende zijn 2 gelanceerde achtbanen. En ja, dit is Desert Race tegen de Red Force in Ferrariland. En dit is wel moeilijk. Het zijn allebei gelanceerde achtbanen. Maar het zijn allebei niet echt van die ongelooflijk goeie. Dus het is een moeilijkheid. Desert Race lijkt op Taron, maar is veel slechter. Ja, is in het thema van een woestijn natuurlijk, dus dan moet het kaal zijn, maar ja, kies dan voor een ander thema. Het is een hele kale baan en er gebeurt niet echt veel tijdens de rit. Geen inversies, het is gewoon die lancering in een bekken uitrijden, dat is het. En de Red Force, ja, dat is nu de snelste achtbaan van Europa en ook een van de wereld. Dat is zoiets als de King Naka en de Top Thrill Dragster. Zo zijn er meer gemaakt in zijn soort. En ja, het is gewoon lanceren naar boven, beneden en het is klaar. Dus, maar ik denk wel dat ik toch ga gaan voor de Red Force. Want ja, ik hou wel van snelle achtbanen. Dat is voor mij al dikwijls genoeg. En de Desert Race die gaat ook wel redelijk snel, 100 per uur. Maar ja, dat is een pak minder als de Red Force. De volgende zijn 2 interactieve dark rides. En dat is Ghostbusters tegen Sesame Street. En dat is niet moeilijk. Ik hou niet van Sesamstraat. Ik hou niet van Ghostbusters.
Maar ik vind Ghostbusters wel een leuker thema, dus dat krijgt een punt. Dat was het. Wacht even. En de volgende zijn nog wat extra attracties. En dat is in Heidepark El Sol, Limit, Swijzer Bobbaan, Aquaspin en de Condor. Geen idee of de Condor er nog staat. Ik ga er nu even niet opzoeken. Maar ik tel hem erbij. Okay? En bij PortAventura is het nog de Tomahawk, de Tutuki Splash en de Junior Red Force. Maar wat ik nu zie, het is gelijk spel. Bruh. Wat moet ik nu doen? Ja, mensen, dit had ik niet voorzien. Het is gelijk spel. Dus dan zal ik zelf wat moeten kiezen. Ik denk gewoon dat ik PortAventura leuker vind. Dat dacht ik al de hele tijd. Maar dat het gelijk spel ging worden, dat had ik niet verwacht. Maar Heidepark is het op één na grootste pretpark van heel Duitsland. En om het tweede grootste pretpark van Duitsland te zijn, is het niet echt zo goed. Veel achtbanen, maar veel achtbanen zijn ook slap daar. En PortAventura is gewoon geweldig mooi. Dus laten we maar even de teaming in het park meetellen. Dan is PortAventura toch onbetwijfeld beter als Heidepark. Dus de winnaar wordt PortAventura. Nogmaals, ik had het niet verwacht dat het gelijk spel ging worden. Ik dacht dat PortAventura ging winnen. Niet dus. Maar mensen, dit was de video. Dus like en abonneer. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En ik ga zien of ik nog wat VS-video's kan maken in de toekomst. Maar voor nu, tot de volgende keer. Later.